Welkom bij Kashmir, een Pakistaans-India's tandoori-restaurant. We hebben 7 dagen in de week een lopend buffet voor maar €14,95. Daarnaast bieden wij ook andere specialiteiten aan. Ook bezorgen wij aan huis. Daarnaast biedt Kashmir ruimte voor 120 gasten voor al uw feesten en partijen. Tot snel bij Kashmir. Pravini, ik ken jou als singer-songwriter en je focust je vooral op R&B muziek. Hoe is dat zo gekomen in deze genre? Ik ben opgegroeid met R&B, soul, pop en ik denk dat soulmuziek is gewoon, dat spreekt iedereen aan, want het komt echt vanuit de ziel. Ik luister eigenlijk naar heel veel verschillende soorten genres, maar ik denk dat soulmuziek toch wel de basis is. En van daaruit kan je dan lekker uitstapjes maken naar al die andere genres die me beïnvloeden. Dat is waar. En Engelstalig ook? Hoezo niet Hindoestaans? Ja, ik ben niet opgegroeid met de Hindoestaanse taal. Dus ik spreek ook geen Surinami. Ik ben het aan het leren. maar op de een of andere manier kan ik me in het Engels het beste uitdrukken. Dus op die manier. Oké. En je toert, je hebt heel veel albums uitgebracht. Je hebt zelfs in Amerika opgetreden. Wat is tot nu toe het hoogtepunt geweest voor jou? Voor mij een hoogtepunt is de albumlaunch van mijn album Diaspora in het Paard van Troje vorig jaar. Omdat het voor het eerst was dat ik met mijn eigen band daar stond. Op een poppodium, een uitverkochte zaal en een hele avond mijn eigen muziek. En dat was voor mij mijn droom die waar kwam. En er kwamen heel veel mensen op af ook? Ja, het was echt een volle zaal. En we voelden echt gewoon de energie van het publiek. Dus het was onwijs leuk om die support en die liefde zo te voelen. Dus ik heb echt die hele avond op een wolk gezongen. Wauw. En je hebt ook zelf het programma samengesteld? Ja, ik ben eigenlijk de creative director van alle shows. Ik maak samen met de band de arrangementen. En we proberen eigenlijk elke keer een energieke show neer te zetten waarbij het publiek gewoon verrast wordt en niet stilstaat, maar lekker danst op de muziek.
Ja, ik zag ook heel veel Hindoestaanse artiesten. Heel veelzijdig allemaal. Dansers, danseressen. En dat heb je ook bewust gedaan? Ja, ik ben er heel erg voor om gebruik te maken van alle krachten in onze gemeenschap. Er zijn onwijs veel artiesten die heel creatief bezig zijn met hun eigen dingen. En volgens mij is het heel goed om die krachten te bundelen. Dus ik hoop dat ik met mijn muziek daar ook een bijdrage aan kan leveren om gewoon gezamenlijk iets moois neer te zetten. Ja, want je zet je ook in voor goede doelen, heb ik gezien. En je hebt ook een eigen netwerk opgericht en je wilt graag mensen naar voren brengen uit de Hindoestaanse gemeenschap. Hoe kom je daar zo bij? Nou, ik merkte in mijn eigen omgeving dat er heel veel jongeren zijn die iets willen doen, maar niet zo goed weten hoe ze het moeten aanpakken, niet zo goed weten wat ze moeten doen, bij wie ze terecht kunnen. Dus ik dacht, als er zoveel jongeren zijn die dus op zoek zijn naar netwerken, waarom richten we niet iets op dat in die behoefte voorziet? Dus dat is het Tsunami Artist Network geworden. En het is eigenlijk een heel jong netwerk. Het bestaat pas sinds een paar maanden. Maar al met heel veel artiesten die heel erg enthousiast zijn. Heel veel verschillende genres. Stand-up comedy, dans, muziek, theater, een schilderes. Dus allerlei verschillende genres. En allemaal artiesten die ook gewoon van elkaar willen leren en met elkaar willen delen. Dus ontzettend inspirerend om dat te zien. Ja, dat is het zeker. Jij bent er nu voor al die beginnende artiesten. En wie was er voor jou toen jij net begon? Nou, ik heb echt gekeken naar al die MTV biographies en heel veel gelezen ook. Heel veel levensverhalen gelezen van andere artiesten. En echt me verdiept in wat hebben zij gedaan om succes te bereiken. En weet je, vaak zien we zeg maar het succes, maar nooit de weg die daaraan vooraf is gegaan. En dat zijn vaak jaren van hard werken, van teleurstellingen, van afwijzingen. Dat is dan heel erg bemoedigend als je zelf een afwijzing krijgt. Dan weet je dat het slechts een onderdeel is van het groter geheel. En dat je gewoon door moet gaan om je doel te bereiken. Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Ik bedoel, van als je jezelf nu een tip mocht geven vroeger, wat zou het dan zijn? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is om trouw te blijven aan jezelf. Het kan heel verleidelijk zijn om dingen te doen die waarvan het lijkt dat het goed is voor je, hè, om je verder te helpen in je carrière. Maar als het niet bij je past, dan moet je het niet doen. Want je moet jezelf toch in de spiegel kunnen aankijken en denken van dit is waar ik voor sta, dit is wie ik ben. En mensen moeten jou nemen zoals je bent. Dus je moet gewoon voor jezelf staan, voor je eigen kunst en trouw blijven aan jezelf. Je hebt ook je eigen bandje. Heb je die zelf opgericht, of leden geselecteerd en dergelijke? Het is eigenlijk heel erg natuurlijk ontstaan, want de bandleider en drummer is ook mijn echtgenoot. Dus wij zijn sowieso partners in crime wat dat betreft. En zijn broertje is de bassist, dus dat is mijn zwager. En een goede vriend van ons is de gitarist. En op die manier zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen en het klikte gewoon meteen. De chemistry is echt heel erg strak. Als we samen in één ruimte zijn, nou, dan ontstaat er gewoon vanzelf muziek. Eén iemand speelt iets en dan valt de ander in. En het is een heel natuurlijk proces. En wat dat betreft heb ik ook wel echt geluk gehad dat ik zulke mensen heb kunnen vinden. Want ja, je moet toch wel een band hebben met mensen om muziek te kunnen maken. En het moet wel klikken. Je hebt ook een clip uitgebracht laatst, Move Me to Tears. Waar gaat deze over? Het is een moderne liefdesverhaal met een knipoog naar Bollywood. Het is eigenlijk een liefdeslied. En het idee achter de clip was dat de liefde zo sterk is dat het al heel ver terug de tijd ingaat. En dat het eigenlijk telkens opnieuw reïncarneert in mijn leven. En dan zie je dus mijn love interest in het heden, die een film laat zien uit het verleden van Bollywood. En op die manier komen we elkaar elke keer tegen. Oké, en heb je dan zelf ook invloed gehad op over de videoclip, hoe dat zou worden? Ja, ik heb samen met de regisseur Floris Parlevliet gezeten. Ik had eigenlijk het idee aangedragen van kijk, dit is het nummer. En ik wil dat idee van de reïncarnatie. En ik wil heel graag dat je de twee werelden ziet waarin we zijn opgegroeid. Dus het is echt heel duidelijk het Westen en onze Hindoestaanse cultuur met de knipoog naar Bollywood. Ik wilde laten zien dat die twee samen kunnen gaan, dat het niet het een of het ander is. En Floris heeft daar een heel mooi visueel verhaal van gemaakt en heeft dat naar een heel ander niveau getrokken door echt dat Bollywood element erin te houden. En kleding maakt natuurlijk ook wat uit. Dus de visagie door Orfana Tahir was ook heel erg mooi. En op die manier is het dan een heel erg mooi resultaat van teamwork. Thank you.
still they don't seem to suffice. And what I wanna say, what I feel when it comes to loving you. You keep amazing me. Every day I count my blessings. You take good care of me. Ain't nobody else is getting me and my weaknesses. Me and my vulnerability. You better let this. You compliment and overwhelm me with the happiness. I never felt this feeling in my throat. I can't breathe. It's your love. It molds me to tears. Your love molds me to tears. Hit TV is de gast vandaag bij moskee Anwari Mustafa. Kunt u ons meer vertellen over de moskee en over haar activiteiten? Dank u wel voor dit gesprek. Uw vraag is moskee Anwari Mustafa. Nou, de organisatienaam is Stichting Welzijn voor moslims in Den Haag in omstreken. En de naam van de moskee waar wij onze gebeden verrichten, dat heet Anwari Mustafa, het licht van Mohammed. Dat is een hele mooie betekenis. De activiteiten die jullie verrichten en de doelstellingen? Nou, de doelstelling is in elk geval om, de naam zegt het al, welzijn. Zorgen dat mensen zich lekker voelen in de maatschappij, lekker voelen in de buurt. Proberen daar een constructieve bijdrage te leveren. En wij als moskee Anwari Mustafa proberen onze bijdrage in de samenleving, onze plekje te krijgen en onze bijdrage te leveren dat de samenleving wat saamhoriger wordt, veiliger wordt, respect voor elkaar. En de islam vervult daarin een hele belangrijke rol, omdat onze doelstelling, uitgangspunt, zijn de basisprincipes van de islam. Allahu Akbar, Maulana Saab, wilt u aan de kijkers van Hit TV uitleggen hoe belangrijk deze dag is voor de mensheid? Wij vieren de geboortedag van de profeet Mohammed, mogen vrede en zegen hem toekomen. Een dag die niet alleen belangrijk is voor de moslimgemeenschap, maar voor alle mensen. De profeet zelf zegt daarover,
ik ben gestuurd naar alle mensen toe. En de profeet is gekomen, geboren in Mekka. Op zijn 40-jarige leeftijd krijgt hij openbaring. En dan kondigt hij zijn profeetschap aan. En al gauw zien wij dat hij niet alleen religieuze dimensie brengt, maar ook maatschappelijk dimensie. Vrouwen die geen rechten hadden, kregen rechten. Ouderen die verwaarloosd werden, kregen verzorging. Weeskinderen die kregen ook een mooie plaats in de gemeenschap. We zien dat er sinds de komst van de profeet allerlei sociale voorzieningen vanaf die tijd ontwikkelen. En wij genieten daar hedendaags heel erg veel van. Malana Saab, u doet uw preek vandaag in het Nederlands. Hoe belangrijk is dat om het in het Nederlands ook te doen? Nou, het is ontzettend belangrijk om de mensen te bereiken. De boodschap die je wilt overdragen, die tot de mensen te laten komen. En dan is het natuurlijk ontzettend essentieel om de boodschap in de taal van begrip tot de mensen te brengen. Een lezing is niet bedoeld om de kwaliteiten van een persoon te tonen, maar om de transmissie van de boodschap van liefde van de spreker tot de toehoorder te brengen. En dan lijkt het me heel erg logisch dat de taal daarin een belangrijke rol speelt. Moskee en welzijnsorganisatie Anwar Mustafa. Wat doen jullie precies voor de wijk? Nou, u zegt het al, het is een moskee en een welzijnsorganisatie. Dat is tweeledig. We hebben een religieus deel, dat is een moskeegedeelte. Maar we proberen ook heel duidelijk te participeren in de wijk. En dat doen we middels de diverse organen en organisaties die er zijn in de wijk. En dat is zoals de grootste bewonersorganisatie van Nederland, dat is REVA. Daar zitten wij in het bestuur. We hebben IPS, Interreligieus Beraad Zegbroek. En we hebben IBS, Intercultureel Platform Zegbroek. En binnen die organisaties participeren en proberen zo een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid en sociale cohesie van de wijk. Hoe is de samenwerking tussen de organisaties en de moskee? Helemaal prima. Dat heeft natuurlijk in het begin moesten we aan beide kanten wennen. Het is elkaar leren kennen. Want iedereen kent ons als moskee. Dan denken ze, hey, het gaat altijd over religie. Maar dat is dus natuurlijk niet zo. En het feit dat we ook heel veel kader hebben in een moskee, dat betekent dat we ook heel veel jongeren en ook oudere jongeren hebben die een hoge, middelbare tot hoge opleiding hebben. En als die participeren, dan zie je ook dat de acceptatie op een andere manier is. Maar men is sowieso in de wijk heel erg laagdrempelig naar ons toe. Wat vindt u van het belang van de samenwerking tussen de organisaties, maar ook het belang naar overheidsinstanties, naar de moskee toe? Nou, de belang is tweeledig. Het belang is tweeledig. Het belang is van de mensen die hier komen, niet alleen voor het religieuze deel, maar dat ze beseffen van, hey, we zijn ook een deel van de samenleving. En het belang naar de overheid en de organisatie is met name dat men op de hoogte is van, wacht even, er speelt niet alleen religie af, het is wel een moskee, maar het is ook een welzijnsorganisatie. En wij kunnen ook met hun meewerken en we kunnen ze ook vragen om een bijdrage te leveren aan de samenleving die buiten de moskee doorleeft. Anwar Mustafa bestaat nu al 32 jaar. Een verschil met 32 jaar terug en nu. Kunt u dat even in het kort zeggen? Dat is een hele mooie, maar ook lastige vraag. Maar ik zal het proberen kort samen te vatten. We zijn begonnen, dit is een voormalig school geweest, een basisschool. En dat is door een particulier in de verkoop gezet en wij hebben het gekocht. En beetjes bij beetjes, niet door overheidssubsidies of wat dan ook, maar door geld van een ieder die hier als donateur naartoe komt, heeft iedereen een stukje opgeofferd. En vandaag hebben we de moskee kunnen opknappen en tot stand kunnen brengen zoals u in de staat zoals u nu verkeert. Thank you.
Waarom heeft u ervoor gekozen om juist hier in Den Haag deze pilot te starten? Nou, die pilot is er. En ja, wij zijn van de afdeling, als we een pilot mee kunnen doen die de stad veiliger maakt, dan doen we gewoon mee. Maar u weet dat we vorig jaar die meer dan afschuwelijke overval en de moord op de Julius Stratman hebben gehad. Ik heb met de juweliersbranche daar ook vorig jaar een dringend over gehad. En ja, dat leidt er dan ook toe dat je zegt, aan zo'n pilot, die uiteindelijk ook toe kan leiden dat je snelle overvallers weer pakt, doen we mee. Okay. En in hoeverre draagt de gemeente Den Haag bij aan dit project? Het exacte bedrag weet ik niet, maar we subsidiëren hier gewoon aan mee, net als de Rijksoverheid. Daarom is de minister van Veiligheid en Justitie hier ook. Is het niet de taak van de ondernemer zelf om dit soort maatregelen te nemen? Zeker, en daarom doet de ondernemer dit ook hier. Het is klasse voor dit bedrijf. Echt een voorbeeldfunctie. Waarom bent u uitgekozen voor dit project? Omdat ik redelijk wat contacten heb binnen de gemeente en ook vanuit het winkeliersvereniging, BIS-bestuur, ben ik de voorzitter. Dus zo is die contact uiteindelijk ontstaan. En wij hebben initiatief getoond om hieraan mee te doen, omdat we het zelf nog niet hadden en zelf ook bereid was om het te doen. Okay. En heeft u zelf ook wel eens een overval meegemaakt bij uw winkel? Nee, ik heb geen overval meegemaakt. Daar ben ik ook blij om. Hopen dat het niet gebeurt. Wel een inbraak en diefstal, maar geen overval. Okay. En denkt u dat deze veiligheidsfolie een bijdrage levert aan de veiligheid van uw zaak? Een stukje bijdrage, ja. Ja. Ja, ja. गाना हम वॉइस ठीक के अपने जिंदगी में पहला गाना हुई हमारे लिए अब से 55 साल पहले जोश है जब मैं दारा सिंह के फिल्म देखता था ओ अच्छा हां दारा सिंह के फिल्म मुझे बहुत जोश दिया ना जितना फिल्म आया था रुस्तम हिंद संग्राम सब मैं दारा सिंह के फिल्म मैं सोचता था मैं एक दिन मैं भी एक दारा सिंह बनूंगा Nee, ik heb nooit zangles gevolgd. Ik heb altijd, wat ik voel, dat probeer ik te uiten. Mijn favoriete gerecht, ik ben gek op bami. Je bent gek op bami? Ja, ja, ik kan de hele week, elke dag bami voor je eten. Schrijf je wel? Schrijf je wel? Laat me dat vragen. Schrijf ja, je wel? Ja, ja, ja. Tuurlijk schrijf ik. Aap, noot, mis. Nee, oké. Okay. Schrijf je liedjes, dicht je, snap je? Hey boy.